Inderdaad, Daan Hooijberg zijn initiatief neemt met de Europese kampioen in zijn spoor. Daar klieven door het zand. Jorbe van Tichelt in derde positie. Dan hebben we Adam Toepelink en dan komt er iets. De balkjes, de quadrobalkjes, daar opgenomen door de beide. Dan komt Adam Toepelink en Jorbe van Tichelt. En allemaal gaan ze over met deze man. En kijken wie daar de seconde bonificatie gaat nemen. Daar komen ze en het is... Ja, Quinten Hermans die ze neemt. Quinten Hermans voor Hooijberg. Dus Hooijberg 10 seconden en Hermans die krijgt er 15. Ja, en toen kom ik. De klok helemaal gedicht, net als Jorgen. Quinten Hermans. Legt er dadelijk de pees op en Daan Hooijberg heeft ook de moeite om aan te pikken in die zandstrook. Ja, indrukwekkend hoor, hoe dat de kom aan, Daan! Kom aan, Daan! Ja, inderdaad, Quinten Hermans, Daan Hooijberg en dan Jorben van Tichelt. En dan komt Toepelink. Ja, we beginnen een kleine... Kolen die heeft 1-16 al achterstand op de kop van de wedstrijd. We zagen nog een aanval van Quinten Hermans die probeerde al evenwicht te geraken. Met wat evenwicht nu, maar Quinten Hermans, dat is de man die dus... Natuurlijk met Quinten Hermans die dus een aanval heeft geplaatst. En dus Daan Hooijbergs op korte achterstand... heeft gezet en dan ook Jorgo van Tichelt die toch al voorbij kwam aan een tussenpunt op 14 seconden. Er staat op Jan-Jo Milan Faber. De achterstand van Daan Hooijbergs. Dit is nog altijd zeker onder de leiderspositie in de Zover is zeker. We kijken even. Ja, we mogen Nicolas Kleppen ook niet vergeten. Van op aan, ongetwijfeld. Het is onze worden gemitrailleerd door de...